wat er nou stiert, dat is dus net troje zelf uitzag, maar troje oren. Nou, zie me van. Mijn vrouw heeft een hele vinger in de pap. Ja, kreeg. En dan hebben we nog een vrijwilliger. Die zei, Hein, weet je, met die foto's. Dit is geschikt. En dat, ja, ja. Maar ik zie dat er net alleen maar foto's binnen van dakken en omjouwing. Maar ook van buitenlandse vakanties. Die kruisbeelden van Tarsana, dat vervallende. Hè, dat spreekt me eigenlijk, dat vind ik, dat is eigenlijk puur fotografie. Dat is niet alleen registratie, maar het zegt ook iets. En die drie beelden, ik zei, die doen we die erbij. Dan hebben we daar ook een stukje religie bij. Ja. Ik hoorde laatst iemand, alles mag, maar het moet wel je eigen foto's blijven. Ik ben nooit met materiaal van anderen daardoorheen of weet ik veel. Het is eigen materiaal. En daar hoor je ook aan. Ja, en je kan heel veel gaan met bewerking. Hè? En ik ben interneut en dan hebben we het over raw en weet ik dat in de detail. Het hoeft zo mij niet, het gaat om het beeld. Jouw stel je haar nou de camera ook bij je, maar wat voor doel ga je nou mij om? Nou, ik maak nou haast even een stadswandeling. Oh ja. En ik ga even de ziel op. En zorg ik dan wat leuke dingen. Bijvoorbeeld mensen, aardige mensen, maar ook dingen die me opvallen. Dan maak ik dan nog wel eens een eigen foto te maken. Als ik er op tijd ben bij, dan wordt het een mooie foto. Dan heb ik nog wel eens dat ik samen zeg, nou, ik zet het even op Facebook en dan maak ik gewoon even een wandeling gemaakt op Dokkum. Met ontmoetingen en andere leuke dingen eigenlijk. Ben er ook wel mensen die zeggen, ik wil net op een foto? Weinig tegenwoordig. Ja. Kijk, als mensen helemaal niet willen en zeggen nee, dan doe ik het net. Nee. Maar heel vaak vrees ik de meeste gewoon. Ja. En soms ben dat kenderopname, dan weten mensen niet eens dat ze fotografeerd binnen.